Sonic City. Sorry hoor. Wanneer ben je een echte dame? Op dit moment zijn we in het Vondelpark. Het zonnetje schijnt, mensen zijn lekker aan het barbecuen. En hier gaan wij op zoek naar de definitie van een echte dame. Let's go to the park. I wanna kiss you underneath the stars. Maybe we'll go too far. We just don't care. We just don't care. We just don't care. Je bent een echte dame als... Leuk humor hebt. Dan kan ik lachen. Vind ik leuk. Is dat het enige? Nee, er komt veel meer bij kijken. Vertel. Mooi lichaam, vriendelijk, goede uitstraling. Ik denk dat je een echte dame bent als je weet hoe je moet gedragen, wanneer je weet hoe je mond moet houden. Maar toch dingen voor elkaar kan krijgen. En niet per se je borst hoeft te laten zien en wel je benen over elkaar kan houden. Ik vind dat een dame, niet altijd, maar ik vind een dame moet wel op hakken kunnen lopen. Daar is zij het helemaal niet mee eens. Vertel. Nee, sorry. Nee, als echte dame mag je gewoon helemaal zelf weten wat je draagt. Gimpen. Nee, je hoeft geen hoge hakken aan te hebben. Ze moet wel echt pit hebben. Althans, niet echt over de heen laten lopen en dat soort dingen, weet je wel. Als ze zelfverzekerd is, weet wat, waar ze voor staat, weet wat ze leuk vindt en zich niet laat beïnvloeden door anderen. Echte vrouw kunnen dansen. Het is gewoon onaantrekkelijk als je ergens met je vriendin heen gaat en ja, er komt een nummer of zo en het is hip-hop en ze begint de polonaise te doen. Je bent geen echte dame als... Met geen echte dame als... Geen billen hebt. Als je geen? Als je geen billen hebt. Dan ben je geen echte dame. Nee, dan ben je geen echte dame. Als je geen billen hebt, ben je geen... Als je geen billen hebt, maar als het niet rond is. Het moet rond zijn. Het hoeft niet groot te zijn, maar het moet wel rond zijn. Je bent geen echte dame als... Dat ze zeggen van, oh, mijn nagel is gebroken. Ik ben zo ziek. Ik kan nu echt niks meer doen. Je op de grond tuft wanneer andere mensen je zien. Als ik bijvoorbeeld met mijn vrouw loop en ze flirt met andere jongens. Dat kan dus niet. Houdt dat in dat je, als je je zo kleedt, dat je dan minder vrouw bent? Nee hoor, dat zeker niet. Ik ben me gewoon nog ervan bewust dat ik een vrouw ben. Ja. Kun je een voorbeeld noemen van een echte dame? Een echte dame? Mila Kunis. Angelina Jolie. Ja, Beyoncé is echt een echte vrouw. I knew it! Zij is gewoon, ja, op en top. Die drinken, die roken, spontaan zijn. Goed voor de kinderen kunnen zorgen en als ze geen kinderen heeft, dan werken. Kan werken. En ik vind ook zo'n echte vrouw. Ja? Laat je nummer even achter misschien dan. Gaat iemand bellen? Oké.